Zo, het thema van vandaag is dus, is zonde nu echt zo erg? We hebben ook een best moeilijk gedeelte gelezen, een pittig thema om over te hebben. Dus ik wilde eerst dus eigenlijk vragen aan een aantal van jullie, waar denken jullie eigenlijk aan bij zondigen? Dus het is een open vraag, zeg het gerust, waar denkt u aan bij zondigen bijvoorbeeld? Het onbewust zondigen. Onbewust zondigen? Ja. En waar tegen zondigen we dan? Wat? Nou ja, dat je het zelf niet beseft. Precies, zelf niet beseffen dat je iets verkeerds doet bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zeker, dat is een onderdeel. Daarachterin misschien nog? God beleden. God beledigen? Ja, ja precies. Ja. Dat heeft er zeker mee te maken. Waarom vraag ik dit? Ik denk dat in onze Nederlandse cultuur een van de grootste problemen met het christendom is dat mensen eigenlijk niet geloven dat zij een zondaar zijn. En als ik naar mezelf kijk, vind ik dat nog steeds toch altijd wel best moeilijk. Dus zonde is een thema wat ontzettend cruciaal is. En nou, ik heb een afbeelding meegenomen. Een wat kinderlijke afbeelding misschien. Een appel waar een worm uitkomt. Maar mijn vraag is eigenlijk aan jullie, je hoeft geen antwoord te geven hoor, maar hoe komt die worm nou eigenlijk in die appel? Kijk, zelf dacht ik, die worm die kruipt er een keer in en die gaat die appel opeten en zo. Maar dat is dus niet het geval, kwam ik achter. Een insect legt op een gegeven moment een eitje in die appel. En dat eitje vergroeit helemaal in die appel. En die worm die groeit eigenlijk zo in die appel. Dus je ziet geen enkel spoor van dat die worm ooit die appel is ingegaan. Hij is erin gegroeid. En die appel die wordt doorknaagd door een worm. Nou, dit beeld is denk ik wel een geschikt beeld om de zonde uit te leggen. He, want zonde, aan ons uiterlijk is helemaal niks af te zien. We kunnen er netjes uitzien, we kunnen netjes leven en dergelijke. Maar de Bijbel zegt, en we hebben het net gelezen, dat in ieder mens, christen, geen christen, crimineel, geen crimineel, ieder mens knaagt de zonde. Nou, dat is best heftig. Dat is nogal wat om te zeggen. Dus vanavond of vanmiddag gaan we kijken waarom het nou zo erg is. En wat nou precies het probleem met de zonde is. En wat denk ik daarbij goed is om als eerste te doen, is om eens te kijken naar onze Nederlandse westerse cultuur. Want in onze cultuur, en ik kom best vaak mensen tegen, die zeggen, ik ben dus helemaal geen zondaar. Ze zeggen, ja, ik leef netjes. Ik doe mijn best. Nou, misschien geef je aan goede doelen, vrijwilligerswerk. Zondaren, dat zijn slechte mensen en dat ben ik niet. En wat ik dan hoor is bijvoorbeeld, nou Hitler, Michael P., pedofiele priesters, Jos B., dat zijn zondaren. Die hebben verschrikkelijke dingen gedaan en ik ben niet zo. Dus, nee, ik ben geen zondaar. Dus in ons land, in onze cultuur, in het Westen, kijken wij eigenlijk vooral naar de daden. We kijken naar het gedrag van mensen. Naar het gedrag van onszelf. En zolang wij dus niet zoals hen zijn, zoals een Hitler of nou noem maar op, zijn wij zo gek nog helemaal niet. Dan kunnen wij met gemak ontkennen dat wij zondaar zijn. En ja, dan zijn er nog die christenen. Die christenen die zeggen, nou God die heeft regels opgesteld en wetten en daarin staat wat je wel en niet mag. En een echte liberale Nederlander zegt dan, ja, dat mag je mij helemaal niet opleggen. God mag mij niet vertellen wat ik wel en niet mag doen. En de kerk al helemaal niet. Dat beperkt mijn vrijheid. Dan zou ik niet mogen gokken. Dan zou ik niet mogen vloeken. Dan zou ik geen porno mogen kijken. Nee, dit is intolerant. Dit is ouderwets. Ik bepaal zelf wat ik wel en wat ik niet mag. Wat wel en wat niet goed is. Ik ben geen zondaar. Nou, dit alles staat tegen de achtergrond van onze Nederlandse cultuur van liberalisme.
We zijn er wereldberoemd om. Ik las het laatst terug in een Duits boek, in een Engels boek. Amerikaan die zegt, Nederland is een van de meest liberale landen ter wereld. En ons land zegt eigenlijk tegen elke burger, zoek nou wat er in je hart leeft, het allerdiepst in je hart, het diepste verlangen. Zoek naar jouw eigen waarheid en volg dat na. Volg de stem van je dromen, dan word je gelukkig. En laat niets of niemand jou daarin tegenhouden. Ga ervoor. En tot een bepaalde hoogte moeten wij dan rekening houden met de normen en waarden die hier gelden. Tot een bepaalde hoogte moeten wij rekening houden met de vrijheid van anderen. Dus in onze daden zijn wij een beetje beperkt. Maar het gebied van ons hart, het gebied van ons hoofd, onze gedachtes en het gebied tussen mij en God, daar heerst complete vrijheid. Zonde bestaat er helemaal niet. Zonde bestaat alleen als ik iemand zou verkrachten of vermoorden of nou noem die erge dingen maar op. Is zonde nou nu echt zo erg? Nee. Volgens onze cultuur niet. En heel stiekem volgens mij eigenlijk ook niet. Maar bijbels gezien is dat onhoudbaar. Het is hartstikke helemaal onhoudbaar. Romeinen 3 is een heel heftig hoofdstuk. Waarom? Elk mens is een zondaar. En het wordt wel een paar keer herhaald. Vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daarmee kunnen we het samenvatten, dit hoofdstuk. Nou, daar staan we dan. Daar staan we dan. Dus volgens de Bijbel is zonde wel heel erg. En daarom is het belangrijk om te kijken wat zonde nou nu is volgens de Bijbel. Zonde is niet allereerst de wet overtreden. Zonde is niet allereerst verkeerde daden doen. God zegt dat zijn uitwassen van zonde. Zo iemand als Michael P. die is heel ver in het proces van slechte dingen doen. Maar God zegt, elk mens heeft diep van binnen zonde wonen, want zonde is een verbroken relatie met God hebben. Wij zijn gemaakt met een doel. Het doel van ons leven is, van ons allemaal, zegt God, is om hem lief te hebben. Wanneer wij niet voldoen aan dit doel, zondigen wij. De zonde kan net zo goed zijn iets heel goeds op de plek van God zetten. Je gezin, je gezondheid, je carrière, je school. Alles wat je op de plek van God zet, is zonde. En dat is best heftig. Want als we zo gaan redeneren, als het waar is wat ik zeg, wat de Bijbel zegt, dat betekent dus dat elk mens zondaar is. Dat ik, maar dat jullie allemaal een zondaar zijn die tegen God hebben gezondigd. Is dat een leuke boodschap? Nee. Maar God zegt, dit ben jij. Jij hebt mij niet lief. Jij bent niet zoals je gemaakt bent. Dus we zitten met een probleem, de zonde. Een heel groot probleem. Nou, het grootste probleem van de mensheid is dus dat zij zichzelf lief heeft. Veel liever dan dat zij God lief heeft. Eigenliefde. Dus als wij nu onszelf zo lief hebben dat wij onze eigen verlangens volgen... en God uit het oog raken, dan zijn wij heel slecht bezig. Dan zijn wij ontzettend slecht bezig. Dus, nou, je kunt het met een beeld schetsen waar ieder mens mee bezig is. Zelfs een paard met oogkleppen op. Niet opzij kijken naar je naaste. Niet omhoog kijken naar God. Maar uiteindelijk gewoon volgen wat je zelf wil. Je verlangens achterna. En je wil daarin eigenlijk helemaal niet beperkt worden. De zonde is dus God niet liefhebben zoals we zouden moeten. Dat begint in het hart en dat zit in het hart van ieder mens. En wanneer je in die toestand blijft,
gaat de zonde zich opstapelen. Het sneeuwbaleffect. Als die kleine sneeuwbal die we door de sneeuw gaan rollen steeds groter wordt, zo is het nu ook met de zonde. Het wordt steeds groter. Er komen steeds meer wormen uit die appelpuilen. En het wordt een achtkoppig monster als er niet ingegrepen wordt. Je kunt het misschien vergelijken met dat spelletje Snake. Die hele oude telefoons. Dat slangetje moet van die hoopjes opeten en die wordt steeds groter. Zo worden onze zonden eigenlijk als het ware steeds groter. En we moeten ons in steeds moeilijkere bochten wringen om onze behoeften te bevredigen. Het begint bij het hart. Weg van God. En het krijgt zijn uitwerking hier op deze aarde. Sommige mensen kunnen het eraan zien, dat is een zondaar. Die kunnen we allemaal aanwijzen en zeggen, gelukkig ben ik niet zo. Maar God zegt, jij bent wel zo hier diep van binnen. En ik heb jou nu bewaard voor die grote zonde. Maar waar is jouw dank? Waar blijf je? Want je bent weg van mij. Dus denk niet dat God de dood heeft gemaakt als oorspronkelijke bedoeling voor ons leven. Denk niet dat God ons gewild heeft als mensen die angstig zijn. Als mensen die verdriet en lijden kennen. Denk niet dat God ons gemaakt heeft als zondaar. God heeft ons gemaakt als mensen die hem lief hadden. Mensen die hem wilden dienen. Mensen die vrolijk en blij waren. Maar het grote probleem is dat wij mensen ons afkeren van God. Als God daar is, willen wij het liefst daarheen rennen. De gevolgen van de zonde is onze eigen schuld. De dood. Het verdriet. Het lijden. Noem het maar op. Het was niet Gods oorspronkelijke ontwerp. Maar zonde had niet het eerste woord. Maar zonde heeft ook niet het laatste woord gehad. Kijk, Romeinen 3 is niet geschreven om ons depressief te maken. Om maar zwaar te doen of om ons neerslachtig te maken. Weet je waarom Romeinen 3 geschreven is? Dat vers 25 in ons hart zou komen. Dat die hele waslijst aan zondaars, die wij allemaal zijn, dat ons de blinde ogen zou openen voor wie God is. Dat er een uitweg is uit dit alles. De zonde heeft niet het laatste woord. Zonder God zouden wij vastzitten in deze doodswereld. Maar God heeft één middel gegeven om eruit te komen. En dat lezen we in vers 25. Hem, over wie gaat dit? Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Wat is verzoening als twee partijen ruzie hebben? Wordt de weg weer effen gemaakt? Wordt de relatie weer hersteld? Dus de relatie die wij verbroken hebben met God wordt door Jezus blijkbaar weer hersteld. Verzoening. Hij was het middel tot verzoening. En dan staat er door het geloof in zijn bloed. Nou, wat heeft bloed hiermee te maken? Een mens heeft 6 liter bloed of 7. Nou, heeft dat allemaal gestroomd. Een paar duizend jaar geleden aan een kruis. Daar hing een man. Daar hing een man die als enige in zijn leven God altijd op nummer 1 heeft gehad. Daar hing een man die het doel van zijn leven volbracht heeft waar hij voor gemaakt is, namelijk God liefhebben. Hij heeft gedaan wat God wilde. Hij heeft nooit gezondigd. En hij liet zich spijkeren aan een kruis. Spijkers in zijn polsen, spijkers in zijn enkels, een speer in zijn zij. Hij is behandeld aan het kruis. Zoals jij behandeld zou moeten worden vanwege je zonde. Wij hadden daar moeten hangen. Wij hadden Gods oordeel moeten ondergaan. Wij staan schuldig voor God. Wij hebben gezondigd, Jezus niet. Maar Jezus is door God aangewezen als de plaatsvervanger. Middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed.
Deze Jezus heeft Gods oordeel gedragen. Hij heeft de schuld van de zonde gedragen. Ja, hij heeft de hel gedragen. De hel waarvan wij denken dat alleen Hitler daar zit. Of dat alleen die pedofiele priesters daar zitten. Maar die hel die er is voor een ieder die God niet lief heeft. Die heeft Jezus gedragen aan het kruis. Hij was verlaten van God. Zodat jij en zodat ik nooit meer verlaten zouden hoeven worden. Dus beste mensen, er is een gestorven Christus voor jou. Die is er. En dat aanbod blijft tot aan je laatste dag hier op aarde. Dat bloed heeft gestroomd om zonde te vergeven. Ook al zou je een moord hebben gepleegd. Ook al heb je een verleden in de misdaad. Ook al heb je een abortus gepleegd. Er is vergeving. Er is vergeving bij God voor alle zonden. Vanwege Jezus Christus. En deze Jezus is niet dood gebleven. Hij is niet alleen gestorven aan een kruis, maar hij is opgestaan op de derde dag. En sindsdien heeft de dood niet meer het laatste woord. Sindsdien heeft de zonde niet meer het laatste woord, maar Jezus heeft het laatste woord. En weet je wat Jezus nou zegt? Kom tot mij. Kom tot mij. Hij nodigt je. Dus ga hier de deur niet uit voordat je hem antwoord hebt gegeven. Geef hem je hart. Geef hem je vuile, zondige hart die van hem is afgekeerd. En die ook van hem afgekeerd wil blijven. Want hij heeft beloofd dat hij je zal schoonwassen. Witter dan sneeuw. De zonde zal weggedaan worden in die grote oceaan van zijn liefde. Door het geloof in zijn bloed. Amen.